gewerkt aan het William Kraanplein. In de jaren 60 werd het plan uitgewerkt om een nieuwe markthal te bouwen elders in Paramaribo. Het was noodzakelijk een noodmarkt op te richten. Die werd aan de Kankantriestraat in Paramaribo-Zuid gebouwd. Wegens de blijvende behoefte aan een markt in dat gebied is deze noodmarkt tot op heden toe als permanente markt blijven bestaan. De groothandel is nog vrijwel geheel in handen van in Paramaribo gevestigde handelszaken. De situatie in de handelssector is daarom op dit moment zo dat het aantal grote warenhuizen waar men praktisch alle goederen kan kopen vrij beperkt is. De groothandel zorgt toch dagelijks voor de distributie van bestelde goederen. De firma Songyi & Co. ligt in het centrum van Paramaribo aan de waterkant tegenover de markt en is de enige groothandel met de meest verkochte producten uit verschillende landen. Het bedrijf is opgericht op 16 maart 1939 door twee neven, Feng Yuki en Feng Kongying. De naam van de firma Songyi is ontstaan door de afkorting Zong van de heer Feng Yuki en Yi van de heer Feng Kongying. Deze neven waren samen in het bedrijf tot en met 30 juni 1958. Het bedrijf wordt tegenwoordig voortgezet door Robbie, Henk, Roy en Michael. Idee van Songyi. Het ontstaan van Songyi is eigenlijk, ja, het is door mijn vader, hardwerkende vader. En hij is eigenlijk de initiatiefnemer geweest. En na zijn dood hebben wij broers het voorgezet. Dat is Robbie de oudste, ik persoonlijk, Roy en Henk. Het doel van de firma Songyi & Co. is om zoveel mogelijk de klanten te leren Chinees te koken. En dat is goed gelukt, want onze Songyi's keukengeheime kookshow heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen nou weten, ja, hoe Chinees te koken, want ze vonden het altijd moeilijk. Maar het leuke van de grap is, ja, heel wat mannen koken nou. En dat is voor mij echt een tevredenheid. Want ik blijf het zeggen, geef de vrouw een beetje rust het weekend. Want ze werken zo hard. Goederenstroom van ons geschiet op twee manieren. 1. De klant die belt op, plaatst een bestelling. En wij hebben onze arbeiders en leveringstrucks. En die zorgen ervoor dat de goederen worden geleverd. En we proberen het altijd op tijd te doen. Want ik blijf het zeggen, de klant is koning. Een andere manier is dat heel wat winkeliers zelfs graag naar de stad komen. Want ze moeten naar de markt. Wij zijn dicht bij de markt. En dan komen ze ook een kijkje nemen wat voor nieuwe goederen, wat voor nieuwe items er zijn. En zo plaatsen ze hun bestelling. En het gaat zo zijn gangetje. Tevreden klanten, dat hebben we altijd. Uitzonderingen zijn er altijd. Maar dat is juist goed. Want als er klachten binnenkomen, weet je wat goed is en wat niet goed is. En als, waar we direct kunnen verbeteren, doen we dat. Want het is tenslotte, de klant is de koning. Dus de service moet je altijd geven. En goede service heb je nodig. Dus elke klacht wordt serieus behandeld. Verscheidene winkeliers zijn er de laatste tijd toe overgegaan hun winkel als een zelfbedieningszaak, de zogenaamde supermarkt, in te richten. Dit systeem van verkopen komt tegenwoordig frequent voor in Paramaribo, maar ook over heel Suriname. De meeste winkeliers in Paramaribo zijn Chinezen die in elke straat een supermarkt hebben. In Paramaribo zijn de voornaamste Chinese verenigingen gevestigd. Kongyi Tongsang, Sheng Fa Fui Kong en de handelsvereniging Fa Chao Xiong Fui. Elk heeft een eigen clubgebouw. Er is voorts een dagblad dat voor alle Chinezen die geen Nederlands kennen en het Surinaams alleen spreken, een belangrijke bron van informatie vormt. Verder is er een Chinese begraafplaats aan de Schietbaanweg en worden oude, armlastige Chinezen, die weinig in aantal zijn, in het clubgebouw van Kongyi Tongsang gehuisvest. Tegenwoordig heeft de Chinese gemeenschap in Paramaribo ook een eigen televisieomroep. Paramaribo is ook het economische centrum van het land en bezit de grootste en belangrijkste haven van het land. Alle grote banken van het land, nutsbedrijven, industrie en verkeer zijn in Paramaribo gevestigd. Paramaribo is ook het centrum van alle takken van sport in het land. Het André Kamperveen Stadion aan de Letitia Vriesdelaan worden er regelmatig internationale wedstrijden gehouden. De Letitia Vriesdelaan opgaand treffen we hierachter Paramaribo Zoo.
een mooie, goed onderhouden dierentuin. De politie in Paramaribo is heel goed zichtbaar. Overal in Paramaribo vinden we politieposten. Het hoofdbureau van de politie stond vroeger aan de waterkant. Een prachtig gebouw dat op 25 februari 1980 tijdens de militaire staatsgreep werd verwoest. Tegenwoordig staat op die plek het monument van de revolutie van 25 februari 1980. De ontwikkeling van Paramaribo als centrum van het land is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Een multiculturele stad met veel nationaliteiten en religies die naast en met elkaar leven. Traditionele feesten worden in Paramaribo uitbundiger gevierd dan in andere districten. Bekend is de Oruyari-viering, die nu een vaste prik is geworden in alle wijken in Paramaribo. De avondvierdaagse is ook een jaarlijks terugkerend evenement voor jongeren en ouderen. Tegenwoordig is overal in Paramaribo wel een casino te vinden. Het nachtleven heeft hierop heel goed ingespeeld. Diverse horecagelegenheden, waaronder 4- en 5-sterren hotels, verwelkomen hun gasten vol warmte en bieden een goede service. Een wandeling door de straten van Paramaribo laat de bezoeker de unieke sfeer proeven van de mooie winkels, eetgelegenheden, de centrale markt, maar ook de zachte en koele bries van de waterkant. Aan de waterkant staan historische huizen en oude amandelbomen. Het is heerlijk zitten met de rivierwind, het uitzicht over het water met de vissersbootjes.